Maar dan is het eigenlijk al te laat, want de hele opstand is begonnen op dat moment. Now! Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe derde aflevering van Het Laatste Kasteel. Waarin we kijken naar de onmogelijkste missie ooit en reageren op de film The Last Castle. In de vorige aflevering zagen we hoe de ruzie tussen kolonel Winters en Urien steeds meer oploopt. You may not think that I have ever set foot on a battlefield, but that's because you have never sat behind this desk. This desk. My men and I are vastly outnumbered. En eigenlijk alle gevangenen die moeten een keuze maken. Supporten ze de kolonel Winters of supporten ze de nieuwe gevangenen? Die best wel goed is in leiding geven omdat hij destijds generaal geweest is en dat soort dingen. En dus hij vraagt aan Yates, een van de gevangenen, die zich altijd bezighoudt met gokken en dat soort dingen. Hoe sta ik er nou eigenlijk voor? Hoeveel mensen staan aan mijn kant? How am I doing? 5-2 in the colonel's favor. En dan zie je dat 2 van de 7 mensen maar Urien support. Nou, dat is natuurlijk minder om te horen. En Yates die heeft eigenlijk geen vertrouwen in dat Urien kan winnen van die kolonel. So, you don't think I can win. Van wie de hele gevangenis is. Want die zegt, ja, hij is helemaal voorbereid, hij is er klaar voor. He knows too much. He's prepared, he's ready. En dan zegt Urien, nee, hij is er niet klaar voor. He may be prepared, Yates, but he's not ready. Maar de kolonel die heeft eigenlijk Yates aan zijn kant gekregen om te zorgen dat hij alles zou zeggen tegen de kolonel als er dingen gaan gebeuren zoals opstanden en dat soort dingen. Make a deal with him? What? That's what I would do if I were him. Maar nu probeert Urien stapje bij stapje om Yates aan zijn kant te krijgen. Why do you think I should help you? Can you get me out of here? No. En Urien die zegt tegen Yates van, als je de kolonel Winters volgt, dan had je eigenlijk nooit een soldaat moeten worden. Dat is zo niet eervol en dat soort dingen. You probably never should have been a soldier. En Urien die zegt dus tegen Yates, maak de keuze tussen mij of kolonel Winters. En dan zegt hij er nog aan toe, je bent hier helemaal niet aan het overleven. Je rent gewoon weg van alles wat er hier gebeurt in deze gevangenis. Now these men need you. And I need you. Now it's your choice. And don't tell me you're surviving here, Yates. You're hiding. En dan via een speciale list is het Urien gelukt om iedereen gevangenen in de yard te krijgen. De yard is de grote tuin van de gevangenis. Want hij had namelijk gezegd dat de vlag van de kolonel, dat die verstopt was in een van de cellen. Dus nu is de kolonel alle cellen aan het doorzoeken. Terwijl zij ondertussen allemaal in de yard staan. En net op het moment dat ze allemaal in de yard staan, kijkt de kolonel via het raam naar de yard. En dan zegt hij tegen degene die naast hem staat, it isn't them done about the flag. They want to be in the yard. En dan komt hij erachter, ze wouden helemaal niet de vlag hebben, maar in de tuin zijn. En dan zegt hij meteen, ja, stuur alle mannen naar de tuin, want die gevangenen moeten daar weg. Maar dan is het eigenlijk al te laat, want de hele opstand is begonnen op dat moment. Now! Moretz? Yes, sir. Get those men into the yard now. Alert the SWORD teams. Go, go! Jefferson! En nu via op het juiste moment de juiste list is het hun gelukt om alle mariniers van die hele gevangenis op te sluiten in het cellencomplex door gewoon de grote deuren met kettingen dicht te maken. Dus die zitten nog wel even vast. Maar wat jullie natuurlijk ook wel begrijpen is dat het niet handig is dat als die torens van om de yard heen, als vanaf daar telkens geschoten wordt en jij staat daar alleen maar in de yard, dan heb je helemaal niks. Dus wat ze snel doen is van stenen allemaal stapels maken waarachter ze zich kunnen verschuilen. En dan bevrijden ze nog eens even alle gevangenen die vast zaten in de isoleercellen. En dan wordt nu ook al gezegd tegen de kolonel van, het zal die mariniers die nu vastzitten in dat cellencomplex, zal het nog wel even duren voordat ze omlopen en via een andere weg toch terechtkomen in de yard. They chain the doors to the tiers.
Yes, I can see that. Well, it's gonna take him a little while to get around. Hello. Listen to me. The colonel said to hold them. Okay? Hold them. De kolonel zei, houd ze tegen. Dus, houd ze tegen. Dat is het laatste wat gezegd wordt in deze movieclip. In de volgende aflevering gaan jullie zien hoe het verder afloopt met de hele opstand van generaal Erwin. En tot dan hoop ik dat ik jullie allemaal weer zie in de volgende aflevering. En tot ziens, tot later. The man loading the rocks into the trebuchet. Do not let him put another one in. Fidel, you gonna make it this time? Gotcha, sir! Then now is the time.